En die vraag die stel ik aan jou, Jeroen. Ja, dat vind ik ook wel leuk. En het is een leuke vraag. Oh, eindelijk. Ja, het die is, krijg ik. Het is een natuurvraag. Ah, yes. Ja, dat bij mij. Dat ben je net ons. Ja. Gras. Goed. Kom, we gaan wat dichter bij elkaar staan. Er is een nieuw soort duizendpoot ontdekt. En die heeft een mooie naam, Ilacme tobini, gekregen. En die heeft een paar hele bijzondere anatomische kenmerken, die duizendpoot. En nou is de vraag... Ja, weet het al. De vraag aan jullie is... Nee, het zijn er vier. Hoeveel penissen... Nee, het zijn er vier. Ja? Ja? Dat is het antwoord. Yes. Het antwoord is vier. Nee. Het antwoord is vier. Kom maar. We gaan met de vraag. Waar heb je de vraag? Ik weet jij dit. Nee. Ik had de vraag nog niet eens gesteld, maar het... De vraag... Nee. Hoe heet zijn broer? Nee, maar... Nee, de vraag is inderdaad, hoeveel penissen heeft deze net ontdekte duizendpoot? En Martijn zegt... Ja, ik heb hem ontdekt. Zal ik het nog een keer plastisch ook zeggen? Ja, ja. Deze duizendpoot in kwestie ja? is gezegend met het aantal van vier penissen. Jullie zeggen dus vier? Ja, dat is... Jullie zeggen vier. Wij zeggen vier. Wij zeggen meer, minder. Ik zou hem meer gunnen. Meer? Ja. Ja, die duizendpoot. Nee, maar goed, nu doen mensen alsof het raar is dat ik dat weet. Als je dat leest ergens, onthoud je dat? Denk je dat je het vergeet? Ja. Nee. Denk je vier? Denk je vier? Die gast, die hebt er vier. Kom. Het wordt ook meteen een gast, hè? Ja, natuurlijk. Nee, maar dan ben je toch een swaggast, of niet? Ja, die zou je zo 1000 high fives geven. Weet je, hoe zou je aankomen lopen als je er vier hebt? Weet je, ik kan gewoon zeggen, ik kan lopen, maar je hebt er vier, weet je. Ik maak me zorgen om de boxershort. Ja. Ik maak me zorgen om de boxershort. Waar zitten de... Hè? Vier gulpen. Zo. Ja. Ik wil toch nog even weten, Guus, zeg je meer of minder? Hij nou, meer, ik gun hem er meer. Meer? Dus meer, ja. Okay, meer. Vijf meer of zes. Ik hoop dat even getal. Het grappige is dat deze duizendpoot 414 poten heeft... waarvan er inderdaad vier als penis functioneren. Dus hij heeft er vier. Ja, en dat betekent dat Jeroen mag draaien. Ja, nou, dat is niet anders. Eerlijk. Daar gaat-ie. Yes.